Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft afgelopen vrijdag weer overleg gepleegd met de districtscommissarissen over de voorbereidingen van de verkiezingen. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. BISA-directeur Putri Devi Amatsumarto drukte de DC's op het hart om de website van het CBB te promoten via de burgerinformatiecentra. De website is van belang om maximale participatie van kiesgerechtigden te hebben, zegt de directeur. Er is een applicatie op de website ontwikkeld waar burgers kunnen nagaan of hun gegevens kloppen. Indien dit niet het geval is, kunnen correcties op tijd doorgegeven worden. De voorlopige ter inzagelegging van de kiezerslijsten zal in augustus beginnen.